papa is aan werken, lieverd. Papa moet komen. Papa komt strakjes weer. Goedemiddag. Ja, het is middag. Ik ben klaar met werken. En kijk, het regent. Bah, vies. Ik word zo opgehaald. Want we gaan lekker bij de McDonald's eten. En daar heb ik wel zin in. Cindy is net bij de gynaecoloog geweest. Zoals jullie konden zien. Als het goed is, ze heeft beloofd om te gaan filmen. Dus ze komt me zo ophalen. En de week is afgetrapt, zeg maar. Eén voordeel is er wel als het regent. Dan wordt je auto zo mooi schoon. Mooi, Jaden. Ja, vind je mooi? Jaden, wat zei jij net? Het regent. Oh, het regent, zegt hij. Hi Jaden. Hi. Waarom heb je al je pyjama aan? Het is nog helemaal niet bedtijd. Wat heb je er net gedaan? Heb je er net geknoeid? Ja. Ja, wat heb je geknoeid dan? Wat heb je er net geknoeid? Toetje, hè? Ja. Ja. Waar heb je een toetje geknoeid? Daar en daar. En op papa's broek. De box ligt nog een beetje. En onder de box ligt nog een beetje, dat moeten we zo ook nog doen. Kijken. Ja, daar. Mama's blouse. Daarom zien we er allemaal zo mooi uit. Ja, hartstikke mooi. Kijk, en Sin, je hebt een mijlpaal bereikt, hè? Ik ben een beetje gegroeid. Ja. Ik ben nu dikker als bij Jaden. Ja. Ik ben nu 22 weken en toen bijna 28. En je hebt al een meter omtrek, toch? Gisteren had ik een meter en een half centimeter. En nu is het al 1,5 centimeter. Een meter en 1,5 centimeter? Ja. Zo. Jaden, wat ben je aan het doen? Vloggen. Ben je aan het vloggen? Oh, voorzichtig. Goedemorgen. Morgen. Zo zwemmen. Ja, wij gaan zo televisie kijken. Ja, ik ben dus al bij de huisarts geweest. Die vermoedt ook bekkenklachten. Het is nog geen instabiliteit. Zwemmen. Maar hij zegt, gaan we oefeningen doen. Dus hopelijk blijft het allemaal een beetje binnen de perken, want daar zit ik echt niet zo op te wachten eigenlijk. Wij zijn even lekker samen een peertje aan het eten. Lekker peer? Ja. Ja? En we gaan even op Netflix kijken. Ik hoorde dat Finding Dory erop staat, dus die gaan we even samen kijken als hij erop staat. En daarna gaat Jaden even lekker naar bedje toe en dan kan ik de zwangerschapsupdate op gaan nemen. Nee, nu nog niet. Eerst televisie kijken samen. Of wil je een beetje doen? Ja. Dus we gaan niet heel veel boeiends doen vanavond of vandaag. Of wil je een beetje doen? Nee, je hoeft nog niet naar beetje toe. Oh. Maar we zien wel wat de dag brengt, hè? Boef. Jaden. Jaden. Waarom heb jij geen kleedjes aan? Wat is er nou net gebeurd? Wat had jij geknoeid? Hamburger. Hamburger? Ja. Nee, jij gooide je drinken om, hè? Opa. Ja, mag jij je drinken omgooien?
Water. Mag jij jouw drinken omgooien? Nee, hè? Nee. Nee. Moest jij toen voor mama in de hoek staan? Moest jij voor mama in de hoek staan? Jaden? Nee, je moet wel luisteren naar mama, hè? Boef. Mama zegt dat jij iets niet mag. Moet jij wel luisteren, hè? Oh. Ben jij een beetje een peuterpuber? Peuterpuber? Ja, een beetje een peuterpuber. Nee. Nee? Volgens mij wel. Gaan we nou eens gewoon de kleedjes aandoen? Ja? Jaden. Ja. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Zijn we nat? Jaden heeft ons per ongeluk buiten gesloten. Hè? Ja, jij vindt het wel grappig. Nee! Nee! Zo'n bus? Even kijken, we zitten nu in een bushokje te schuilen voor de regen. Dus ik hoop niet dat de bus zo komt. Ik deed nu dezelfde voordeur open. Dus ik rende achter hem aan, zodat hij niet de trap af zou denderen. En ik voel aan mijn jaszak of ik mijn sleutel heb. Zat er niet in. Dus ik laat Jaden los om een andere jaszak te voelen. En ik hoor boem. Trekt hij de deur dicht. Ja, ik just appen of hij de sleutel bij zich had. Het is dus nu klaar met werken. Godzijdank heeft hij hem bij. En toen dachten we, dan gaan we vast naar papa toe lopen. Hè? Want buienraden zei dat er geen regen meer kwam. Nou, kijk ons zitten. Zo, daar ben ik weer. Het is een regenachtige week. En nu regent het ook, maar ik zou eigenlijk opgehaald worden. Want toen kreeg ik ineens een appje dat Cindy buiten gesloten was. Jaden had kennelijk de deur achter zich dichtgetrokken. En ze had de sleutel niet bij. Dus het is wel haar dag, maar dat zal ze als het goed is zelf wel vertellen. Ik heb gelukkig wel de sleutel bij, dus snel naar huis door die vieze regen. Ah. We zijn weer thuis. Alles is geregeld. We hebben boodschappen gedaan. En ik had heel erg zin in fruit, dus ik heb deze gehaald van Albert Heijn. Hi Jaden. Jaden ook fruit? Ja? Nou, Jaden en ik gaan even snel fruit eten. En dan gaat Cindy zo meteen koken en ze gaat iets heel lekkers maken van Tasty. Dus ik ben benieuwd. Zo, eten is klaar en Cindy heeft goed de best gedaan. Dit zijn dus de cinnamon roll pancakes. Jee. Recept kun je hieronder vinden trouwens. Nou, tjus. We zijn de wereld nog niet uit. TNT heeft aangebeld. Ja. En ze kwamen naar boven, of niet? Ja. Dit is er. De unboxing. We hebben volgens mij nog helemaal niet verteld wat er gaat komen. Jaden krijgt een nieuwe autostoel. Oh. Oh. Wat is het, Sim? De Maxi Cosi Rodi. En dan Ocean Blue. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Zeker. Het is een beetje donker, maar... Kan ik hem al zo in elkaar klikken? Ja, volgens mij wel. Mag dat? Ja. Nou, hij zit in elkaar, hè? Vind je dat? Nou, dit is een stuk prettiger om naast te zitten, denk ik. Dan wat we nu hebben, hè? Als die hoge stoel. Denk ik ook wel. Maar ik vind hem wel mooi. Ik ook. Morgen kunnen we eigenlijk proberen. Top. Jaden, zit je fijn in je nieuwe stoel? Je hebt een mooie stoel. Ben je er blij mee? Hij is mooi, hè? Hij is echt mooi. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu kijken naar Jaden's nieuwe school. Zin in? Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. We gaan het zien. Maar ik ben blij dat hij er nog niet naartoe hoeft. Nee. Dus wij gaan snel weg. Jaden, hoe was het op school? Was het leuk? Vond je het mooi? Nee? Nou, voor mij vond Jaden het wel leuk. Ja. Nee. Hij mocht daar kleuren en hij liep al klaslokalen in. Hij ging al bij de kring zitten. Hij ging al in de kring zitten. En voor mij is Jaden nu een beetje moe. Ik denk dat hij al een beetje moe is. Het was vanochtend vroeg voor hem. Ja, veel indrukken nu. Dus. Maar ik ben heel positief over de hele aanpak. Ik ook. Het is echt niet meer de school zoals ik hem ken.
Dus heel positief. En ja, we hebben een inschrijfformulier meegekregen. Dus ik denk dat we die maar eens gaan invullen. En ik denk dat Jane het even zo gedicht gaat doen. Ja, zo even snel voor oma, ja. Denk ik ook. Zo, sexy. Hoi. Het is vrijdag. Ja. Dus dan is het weekend. Yay. We hebben vandaag niet veel gevlogd. Nee, we hebben allebei gewerkt tot laat. Ja. Jawel, vanochtend toen we met Jaden naar school gingen. Oh ja, we hebben even gevlogd. Hebben we nog nieuws? Niet echt. Ik heb pijn in mijn rug. Ja, Sin heeft nog steeds wel erg last van de bekken. Dat is vandaag wel flink gemerkt, hè? Ja. Ja. Dus volgende week toch even kijken hoe het dan gaat. Ja. Nou, wij gaan een rustig weekend tegemoet. Morgen gaan we morgen iets doen. Ja, morgen wordt het nog redelijk weer. Dus ik denk dat we morgen misschien even door de stad wandelen of zo. Oké. Okay. Zondag moeten we even kijken. Ja. Maar het is nu dus weekend. Dus bij deze gaan we de week nog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. Abonneren. En tot de volgende vlog. Ja. Doei.